Mensen vragen heel vaak aan mij hoeveel schoenen ik heb en ik begin niet eens met tellen. En het gekke is, hoe meer schoenen je hebt, hoe meer je er krijgt. Want ze verslijten minder snel, dus je doet er langer mee en ondertussen koop je weer nieuw. En nou ja, dus het paalt lekker uit bij mij. Irritante hak die eigenlijk net niet lekker zit, maar wel heel mooi is. Ik vind dan toch dat fashion gaat bij mij wel echt voor comfort. En ik heb mezelf zo getraind en erin geramd dat ik nu denk dat ik hakken lekker vind lopen. Knapheid. Rechts. Ja, ik zit lekker deze stiletto. Shoe statement. Ja, dan ga ik voor iets voor deze, voor mijn cowboy booties. Want die lopen super lekker. En ze zijn vrouwelijk, ze kunnen onder jeans, kunnen onder jurkje. Dan was dat wel de blauwe schoen. Ik heb serieus pas vorig jaar voor het eerst een blauwe schoen gekocht. Want meestal koop je of zwart of bruin. Maar blauw staat zo leuk onder een jeans of onder een witte broek. Ik vind deze schoenen die ik nu aan heb weer heel erg een schoen van dit seizoen. Gewoon lekker plat, lover, vrouwelijk, klassiek. Maar dan wel in metallic, want het is echt een kleur van dit seizoen en hipt alles een beetje op. Zijn deze van Guess vind ik heel leuk. Aan de voorkant gewoon best wel een klassieke pump. En hier net nog even een leuk detail met die snakeskin heel. De meest hysterische schoen is deze. Die heb ik gekocht toen ik naar Los Angeles ging voor Holland's Next Topmodel. En Fred van Leer belde me en die zei, nee, saai is geen optie. Als jij denkt dit is too much, dan nog 4 scheppen eroverheen en dan komen we in de buurt. En nu staan ze te pronken in de kast. Dat bijvoorbeeld als ik iets in de uitverkoop koop, dat de saleprijs, dat de oorspronkelijke prijs was. En dan denk bijvoorbeeld mijn man of wie dan ook, dat er dan dus nog 50% van afging. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat hoeft verder niemand te weten. Nee, en ik rond sowieso alles naar beneden af. Glazen wijn, gewicht, prijs van mijn schoenen, aantal schoenen. Om uit je comfortzone te gaan. Heel vaak gaan mensen voor veilig. Weet je, dan zien ze er hier best wel vrolijk uit en dan hebben ze eronder toch een saaie schoen die 5 seizoenen mee kan. En je wordt echt vrolijk en je outfit krijgt een super upgrade als je juist gaat voor die kleur, voor die gele schoen. Dus ik zou wel gewoon minstens 2 keer per jaar, 2 keer per seizoen uit je comfortzone.